We zitten hier nu bij elkaar over de escape room van Pioneering. Je gaf me net het boek van Patrick Lencioni. Dat is volgens mij ook de basislegger voor de escape room die jullie hebben ontwikkeld. 5 frustraties van teamwork. Hoe zorg je ervoor dat samenwerking leuk blijft? Ja, kijk, wat je ook doet op welk gebied, en zeker bij innovaties, gaat het om mensenwerk. En als je die mensen niet goed met elkaar laat samenwerken, of de randvoorwaarden zijn niet goed ingevuld, dan gaat het niet lukken. Dan kan de techniek nog zo mooi zijn, maar als mensen niet tot samenwerking komen, gaat het niet lukken. Dat was de aanleiding om te kijken, hoe gaan we nou daar wat aan doen? Hoe gaan we dat verbeteren? Toen hebben we gedacht, we maken een serious game. En toen hebben we gekozen uiteindelijk voor een escape room. En toen kwam corona. Ja, toen kon het niet meer online. Toen kon het niet meer. En toen werd nog duidelijker dat samenwerken via een scherm nog veel moeilijker is. Ja, dat is echt absoluut moeilijk. Het is voor iedereen moeilijk. Ik bedoel, gewoon een vergaderingetje is prima. Maar echt een samenwerking opstarten, samenwerken aan vernieuwen is moeilijk. En daar past de escape room die wij nu gebouwd hebben super goed in. Het is echt een heel mooi begin om gewoon in jouw kantoor of bij jou thuis, we zitten nu ook bij mij thuis, daar gewoon te beginnen. Je krijgt een doos en daar zit alles in en je gaat spelen met je toekomstige partners in het project. Hartstikke leuk om te doen en ook super leerzaam en geeft veel inzicht. Want de aanleiding was eigenlijk dat jullie vanuit Pioneering een teambuilding hebben gedaan en dat jullie eigenlijk een inzicht kregen dat daar nog iets ontbrak. Ja, zo zou je het kunnen zeggen, maar we zien in zijn algemeenheid, hè, we zijn veel betrokken bij praktijklabs en dan zie je dat als mensen elkaar uiteindelijk leren kennen, dat het dan makkelijker is om kennis over te dragen, om kennis te delen. En dat gaat over vertrouwen. Nou, vertrouwen leer je, dat heb je of dat heb je niet. En in een team, als je geen vertrouwen hebt, is dat killing. En juist bij dit soort trajecten is het van belang. Dus je moet vertrouwen moet je met elkaar hebben, je moet commitment hebben. Als je vertrouwt, moet je dus conflicten durven te bespreken. Ja, nou, dat kan je allemaal heel goed simuleren in een serious game. En wij hebben dat dan in een escape room verpakt. En wat is dan, wat moet opgelost worden? Of wil je nog niet veel weggeven? Kijk, wij zijn een club die nadenkt over hoe dingen in de toekomst kunnen. Dus we hebben een onderwerp gekozen wat in de hele verre toekomst ligt. En nou, ik ga niet veel vertellen, want dan is de lol eraf, maar het is echt spannend. Oké, en hoe gaat het dan een beetje in zijn werk? Kun je daar iets over zeggen? Ja, je krijgt, nou ja, je doet het thuis, hè, van achter je scherm met je toekomstige collega's. Je krijgt allemaal netjes een doosje thuis gestuurd, waar alles in zit wat je nodig hebt. Dan maak je open, dan denk je, oh jeetje, wat moet ik hiermee? Wat is dit? Nou, dan gaandeweg de game wordt wel duidelijk waar je het voor nodig hebt. En wordt ook duidelijk wie je nodig hebt en waarom je ze nodig hebt en hoe je ze nodig hebt. En dat is echt heel knap gemaakt. Die makers van die game, dat is echt fantastisch hoe die dat kunnen. Wij hebben het ons eigen gemaakt. En nou kunnen wij het ook. Wij kunnen het niet maken, maar we kunnen het wel heel goed spelen met de deelnemers. Het doel van de escape room is eigenlijk om een team een goede start te geven van een project. Ja, heel kernachtig. Dit is waar het om gaat. Een goede start is het halve werk. Gaaf. En wie kan hier aan meedoen? Wie kan hier gebruik van maken? Eigenlijk iedereen wel. We hebben het natuurlijk ontwikkeld voor al onze deelnemers. Hè. En dan moet je denken, dat zijn alle partijen die betrokken zijn bij de gebouwde omgeving. Lees bouwbedrijven, installatiebedrijven, wegenbouwbedrijven, maar ook woningbouwcorporaties, gemeentes. De eerste spel is al afgenomen door een gemeente, omdat die ook zien, oh ja, dat is wel heel handig om dat te kunnen. Dus in principe moet je deelnemer zijn van Pioneering, maar we hebben gezegd, deelnemers gaan nu voor. Maar als er meer interesse is, kunnen we het ook buiten de groep deelnemers van Pioneering kunnen we het spelen. En het is toch wel, de bouwsector is best wel een traditionele sector. Staan die open voor een serious game? Ja, het is wel leuk dat je dat zegt. Hè. We zijn natuurlijk niet alleen van de bouwsector. We acteren echt in de gebouwde omgeving, dus het ligt wel wat breder. Ik denk dat het, zoals je het stelt, enerzijds is de bouw een traditionele sector, maar op productniveau en samenwerkingsvormen zit er best heel veel innovatie in. Alleen blijven ze natuurlijk wat volgen in hun opdrachtgeverschap. Dus daar is nog wel een hoop winst te behalen. En ik denk ook dat dat gevoed is door het aanbestedingsspook, zeg ik altijd. Als dat iets minder zou zijn geweest, nou, dan zou het wellicht wat makkelijker zijn geworden. Maar goed, daar zijn ze wel mee bezig. En als nou het niet opgelost wordt, de oplossing wordt niet gevonden,
Kunnen de teams dan nog wel door? Ja, kijk, daar is natuurlijk goed over nagedacht. Je lost het altijd op. Maar de feedback die je krijgt, is, daar gaat het natuurlijk eigenlijk om. Hè? Wat maak je mee in zo'n spel? En waarom vond je het moeilijk? Er zit zelfs een soort noodenvelop in, dat als je de weg kwijtraakt, dat je weer terug op het pad kan komen. Maar tot nu toe, bij het oefenen wat we gedaan hebben, ik heb zelf ook een keer gespeeld. Ja, daar heb je het. Nou, dan moet je wel heel bond maken, wil je niet het succesvol uitspelen. En het gaat ook natuurlijk over de samenstelling van je team. Als je in staat bent om inderdaad in te leveren bij je team, om ze vertrouwen te geven, krijg je het ook terug, los je het ook op. Dus het zit echt op een mooie manier in. Oké, gaaf, klinkt goed. Is het al beschikbaar? Kunnen bedrijven zich al melden? Jazeker. Ik zou zeggen, een belletje naar Pioneering of een mailtje is voldoende. Neem we contact met je op. Gaan we even goed kijken waar je het voor in wil zetten, want dat is wel van belang. Wij vinden het heel erg leuk om vooral multidisciplinaire teams, dus bijvoorbeeld tussen een gemeente en een corporatie en een groep bouwers, of bij een wijkaanpak, of echt aan het begin van waar je met elkaar een traject in gaat, daar is het heel erg geschikt voor. Maar ik weet, bij de gemeente waar we het nu gaan doen, die gebruiken het om heel verschillende afdelingen met elkaar samen te laten werken, met heel verschillende soorten mensen. Dus met een verschillende achtergrond ook, verschillende expertise, om te kijken of dat hun gaat helpen om beter samen te werken. En het kost een halve dag investering, vertelde je? Ja, ga daar maar vanuit dat je een ochtend of een middag ben je kwijt. En je kan het zelf zo uitgebreid mogelijk maken. Maar de basis is ongeveer dat je een halve ochtend of een ochtend in moet investeren.